Ik ben 15 oktober gestopt met werken en 1 januari is mijn officiële dag dat ik ga stoppen. Maar van de kinderen, van mijn kleinkinderen en van mijn man heb ik een boomcadeau gekregen voor een nieuw begin. Dus dat het leven niet stopt omdat je ophoudt met werken, maar dat je dus voor een nieuw begin gaat. Doe hem er maar omheen. En ook wel leuk dat je dat natuurlijk ook nou met z'n allen kan doen. He, dat ze mee zijn. En, Mijn man heeft longkanker en hij kan niet meer beter worden. Dus wij hadden zoiets de longen van de natuur. En dat vonden we overdrachtelijk wel een hele mooie... Mooi idee daarachter. We zien wel hoe lang we het redden. Voorlopig hebben we een heleboel lucht erbij gezet. En ik weet hoe belangrijk het is. Maar we doen het met heel veel vrienden. Daarom zitten we bij de vriendschap. Dus we doen het met heel veel vrienden. Zijn we met z'n 14 in totaal. En doen we het plan. En we gaan straks met z'n allen pannenkoek eten. Om het af te sluiten. Dus een hele bijzondere dag voor ons. Ja, ja. Ik heb voor mijn 18e verjaardag een boom gekregen van mijn tante. Ik vind het heel mooi. Zeg maar, het is wel, dat je hem zelf kan poten, denk ik. Ja, hè? Dat je hem zelf kan poten. En nou is de kans heel klein dat ik hem ooit nog terugvind. En daarom heb ik hem een beetje bij het hek gedaan in de hoop dat ik hem ooit nog kan zien. Want dat lijkt me wel heel leuk om dan te zien dat hij groot is. Ja, we hebben een eik geplant. Mijn vader is 30 september overleden. En we hebben speciaal voor hem... hier ons moment van gemaakt. Ja, om hem te blijven herinneren. Mijn vader heeft zijn lichaam aan de wetenschap gegeven. En dus we hebben geen begrafenis gehad. En toen hebben wij gezocht wat zou passen bij hem. Wat zou een moment voor ons zijn. En vonden we dit wel echt van toepassing. Zo, kom op. Wil jij die? Die wil ik. Die wil jij? Nou, die is wel onze zoon. Tot nieuw leven! Ik ben hier vandaag om met mijn oma en mijn vader en mijn broertje om een boom te planten voor onze familie. En, want ik wil graag dat mijn familie nog heel lang blijft leven en bestaan. Wij zijn hier omdat mijn ouders morgen 65 jaar getrouwd zijn. En ik vond het gewoon een leuk idee voor hun om hier een boom neer te zetten uit liefde. En als herinnering voor de kinderen en de kleinkinderen eigenlijk. Dat was het idee. Nou, het is een eikenboom. Hij is bijna 2 meter lang, dus wat dat er gaat. En ik hoop dat het nog een tijdje mee kan. Want ik ben 91 en dan kunnen we even kijken of wat over 5 jaar. Nou, wij gaan trouwen volgende week vrijdag op 14 november 2014. Dus, en ter ere van dat feest hebben wij een familieboom gekregen.